Verdediger Bart Biemans krijgt tien pittige stellingen voor zijn kiezen, waar hij alleen maar ja of nee op mag antwoorden. Nadat hij zijn keuze heeft gemaakt, mag hij enkele antwoorden nog toelichten. Ik hou liever de nul dan dat ik de winnende goal scoor. Ja. Ik heb last van bijgeloof. Nee. Ik voel me meer Nederlander dan Belg. Nee. <laughs> Eén frietje in de week moet kunnen. Ja. Uh, wielrennen is leuker om naar te kijken dan voetbal. Nee. Uh, liever met een spannende wedstrijd erin blijven in de nakompetitie dan eindigen op de tiende plaats. Ja. Uh, na mijn carrière word ik trainer. Ja. Dit seizoen draait Roda beter omdat de verdediging goed staat. Nee. Ik kijk nooit naar praatprogramma's over voetbal. Nee voorlopig wil ik nog bij Roda blijven. <laughs> ja. Op de eerste, ik hou liever de nul dan dat ik de winnende scoort. Waarom zei je ja op? Ja, het is wel betekent toch altijd lekker, zei je de nul kan houden, zeg maar, omdat je dan weet dat je eigenlijk je, je job hebt, uh, hebt uitgevoerd. Uh, de winnende sc uh, scoren zou iets extra's zijn, dus, maar de balstaken voor mij is om, om de nul te houden, dus uh, daar ga ik daarvoor. Um, je voelt je nog steeds. Je bent een echte Belg, zeg je? Nou, een echte Belg, maar ik ben een beetje van Nederlands blijkbaar. Maar uh, nee, ik ben België geboren en, uh, dus uh, ik heb de na nationale ploeg van België gespeeld, dus ik voel me wel uh, meer Belg als Nederlander. Ja, want je hebt natuurlijk niet een typisch Belgisch accent zoals sommige andere Belgische jongens hier in de ploeg hebben. Hè? Nee, dat klopt. Het is een beetje Brabants geworden volgens mij. Uh, dus. <laughs> Jij zei, uh, je wil liever op spannende manier in de uh, competitie blijven competitie dan op de tiende plaats eindigen. Leg eens uit. Nou ja, ik moet zeggen dat dat achteraf is. Zeg maar. dus, uh, uh, het was zo'n zo mooie emotie, zo'n mooie ontlading, zeg maar, dat het in principe achteraf die, uh, die moeilijke man daarvoor wel waard was. Uh, maar uiteindelijk een Rustig seizoen is het uiteraard beter, Maar dan knopen was zo mooi om uh, um een keer mee te maken. Dus uh, daar was. Uh Achteraf zou ik gaan voor de na-competitie. Maar op het moment zelf niet hoor. Je vond niet dat de RODA dit seizoen beter draait. omdat de verdediging goed staat. Leg eens uit. Nou, Ik denk niet dat het daar alleen mee te maken heeft. Dus uh, Ik denk dat het gewoon als, als ploeg gewoon, uh, beter uh, voetballen. Dat we uh, meer mensen hebben die kunnen scoren. Dat we ons spel beter kunnen opleggen als vorig seizoen. en uh, We hebben een betere start gemaakt. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Omdat je dan niet naar beneden hoeft te kijken. Uh, en omdat je gewoon wedstrijden wint. En uh, de beste remedie is altijd wedstrijden winnen. Dus uh, ik denk dat het een. Een samenloop van omstandigheden is het niet zozeer dat de verdeling opeens beter staat.